We zijn hier in Vreewijk in het landbouwbuurt. Dit is de buurthuis De Club. Ik geef hier dinsdag en vrijdag huiswerkbegeleiding van 6 tot 8. Huiswerkbegeleiding is dat we kinderen bijstaan om ze te begeleiden in hun lessen. Ik heb hier groep 3, 4, 5, 6, 7, 8 en het voortgezet onderwijs. Wij ondersteunen ze in hun huiswerk maken, in taallessen en rekenen. Basisschoolleerlingen die krijgen les van stagiaires van het hbo-niveau. En de middelbare school, voortgezet onderwijs, hebben wij één gespecialiseerde docent die echt in wiskunde, omdat voortgezet onderwijs, vooral het vak wiskunde, heel moeilijk is. En ik heb een andere docent dus die in andere vakken hulp biedt in taal, geschiedenis, adreskunde, etc. Waarom ik het huiswerkbegeleiding ben begonnen, omdat ik zelf een moeder van 2 kinderen ben. Van groep 1 tot 8 kon ik aardig mee. Maar na het voortgezet onderwijs, dat was zo groot voor mij. Een groot verschil, grote verandering. Ik hoorde dat ook heel veel ouders met handen in het haar zaten van, we hebben hier hulp bij nodig. En toen heb ik eigenlijk het initiatief genomen van, hier moeten we wat mee gaan doen. Wat wij hier met huiswerkbegeleiding hebben bereikt is dat kinderen beter doen op school. Goed met elkaar om kunnen gaan. Ook in de wijk zie je het ook terug, dan zijn ze heel makkelijk aanspreekbaar. De ouders, de toegang naar ouders is ook veel makkelijker. Je kan de ouder op iets aanspreken of het kind aanspreken. De band tussen jong en oud is heel sterk daardoor geworden. Kinderen leren hier hoe je elkaar aan kunt spreken, op welke manier, rustig. Om ook een stukje mee te geven dat school heel belangrijk is. Ja, ik ben hier vanavond geweest bij Louisa in de club om te kijken naar de huiswerkbegeleiding. En ik vond het heel indrukwekkend hoe kinderen hier in de avonduren 2 dagen in de week nog eens extra bijgespijkerd worden in allerlei vakken. Wiskunde bijvoorbeeld hier op het laatst, dat is toch pittig. En ik vond het heel indrukwekkend. Veel discipline en extra kennis wordt hier bijgebracht, dus hulde. Mijn tip is, als je iets goeds voor de wijk wil, investeer in de jeugd, want de jeugd is de toekomst voor later.